en iets meer over de universiteit, want dan gaan we doorheen. Daarna gaan we door het prachtige Parque Hortus naar de tot 1500. In 1500 kwam er nogal rukt een einde aan, omdat de stad in vlammen is opgegaan. De hele stad is in 1503 verbrand. Op de kerk na, de oude kerk die we daar zien, bij jullie staan de rug naartoe. En dat huis dat we daar zien, dat is het eerste houten huis dat er in 1503 was. Als je dit op dat vuur heen kijkt, die klimmelt, dan kijk je hier zo'n huis aan met van die leukjes en zo'n vogeltilletje daar zo. Dat is het versterkte huis, Schoenhandel Derks. Periode van de universiteit, daar vertel ik straks iets meer over, dan gaan we de andere kant staan. En dan krijgen we de periode van de militairen. We hebben hier 1800 tot 1900 het militaire werfdepot gehad. Het Vreemdelingenlegioen van Europa, waar soldaten opgeleid werden voor de Indiërs. Soldaten de zaak rustig te houden. Dat hebben we om 100 jaar gedaan, hadden wij in die tijd zeer berucht en beroemd in Europa, omdat die vreemdelingen die kwamen uit heel Europa, die kregen 600 uur guldens als die kwamen en die draaiden ze 6 weken erdoor. Dus de bruggenstraat stond vol met bordelen en bars en cafés enzovoort. En in 1900 is het gelukkig voor de stad overgeplaatst naar Nijmegen en toen kregen we 90 jaar lang de gewone militairen met 5 kazernes. En die kazernes zijn er ook al niet meer. Zo'n 15 jaar geleden is alles opgeheven, die heeft een andere bestemming gekregen. En door al die eeuwen heen was de visserij natuurlijk heel belangrijk voor Harderwijk. Tegenwoordig heeft men aardjesdagen en visserijdagen en dan zitten ze allemaal prachtig te zingen over die nostalgie. Nou, het klinkt prachtig hoor, maar neem van mij aan dat het echt niet zo'n lekkere periode geweest is, die hele visserij hoor. Het was armoede droef. Zwinders als het vroor hadden ze geen inkomsten. Weerberichten had men niet, we moesten zelf maar raden. Goede kleding had men ook niet. Dus vissers werden ook niet oud, hooguit 50 jaar, dan waren ze compleet af. En er zijn heel wat mensen op zee gebleven in die tijd. Maar goed, nu ga ik nog vertellen waar we nu staan. Harderwijk had vroeger 5 kloosters. 3 vrouwenkloosters en 2 mannenkloosters. Kijk, hier meer vrouwen, ja, hè? Ja, nee, je moet er aan gedacht, hè? Ja. Ja. En waar we nu staan is het enige plaats in Harderwijk waar we nog eens iets kunnen zien dat het een klooster geweest is. Want waar jullie nu staan en waar die open staan, dat was vroeger de kloostertuin. Dag, die ermee bezig was, die moest het opschrijven, allemaal domino, nog een heleboel. En halverwege dacht hij bij zichzelf van, hé, ik kom ruimte op dat. En is hij aan het afpakken geslagen. Dus het klopt niet helemaal wat er allemaal staat, maar daar is dat allemaal bij gestaan, maar dat is niet gelukt. Deze kapel is zo'n 16 jaar in gebruik geweest bij de militair, of bij de katholieke parochie. En toen kwam, dat jullie vast wel bekend, de reformatie, de kerkhervorming, Luther enzovoort. En het was in 1517 tot 1600 ongeveer en zijn de katholieken mochten hier niet meer kerken. En heeft deze kerk een andere bestemming gekregen en deze kerk heeft een hele andere bestemming gehad. Eerst dus parochiekapel, daarna bij de universiteit collegezaal, bibliotheek en aula.
En toen in gebruik bij de militairen. Daar hebben we dus een wapenmagazijn gezeten, kledingmagazijn, bakkerijen. En in 1900 is de kerk weer aangekocht, de Rooms-Katholieke parochie. En is weer teruggekeerd in deze kerk tot 1962. De kerk werd te klein. En heeft men een kerk gebouwd aan de Van Malenlaan. En toen heeft het weer 12 jaar dienst gedaan als bakhuis, tweedehands meubels. En in 1980 is het gerestaureerd. En nu wordt het gebruikt voor trouwerijen, tentoonstellingen, etc. Ik heb net even binnen gekeken, ik heb iets kunnen binnen gaan kijken, maar ze zijn weer bezig om iets op te bouwen. Dus dat is lastig. Maar ik zie heel vaak over. Dus, dat kan ik in snel tempo vertellen over het klooster. En nu gaan wij naar de andere kant van het klooster.